Goedemiddag, we zijn in Dhaka, Bangladesh. En we zijn met een vervolgverhaal bezig. We zijn hier met kerst geweest, ongeveer anderhalve maand geleden. En met kerst hebben we Rohim samen met zijn vrouw Fatima ontmoet. We waren toen dekens aan het uitdelen, want in december en januari is het verschrikkelijk koud in Bangladesh. De temperatuur die gaat tot 7, 8, 9 graden. Daarnaast is er een vochtigheidsgraad die zo ontzettend koud is dat het voelt alsof het hier vriest. En de mensen hier die zijn niet geïsoleerd en die zijn niet klaar voor de kou. Je ziet waar deze familie woont. Die wonen op een hutje achter het treinstation. Want Rohim die werkt hier op het treinstation en hij is, zoals ze dat in het Engels noemen, sweeper. Hij is veger en hij moet de perronnen schoonmaken. En hij is eigenlijk 24 uur per dag. Iedereen zijn kleedjes en zijn bananen en zijn sinaasappels bij elkaar. Maakt iedereen dat hij uit de voeten komt. Door. En daarna is het 5 uur om hier rond te maken. En wij kwamen met kerst Rohim tegen. En wij waren dekens aan het uitdelen aan mensen die op het station wonen. En Rohim kwam naar ons toe en die zei, mag ik ook een deken hebben? En wij zeiden, nou, we zijn bijna klaar met uitdelen en we hebben niet zoveel dekens meer. En Rohim zei, ja, ik heb net een babytje gekregen en die heeft het zo ontzettend koud. Mag ik niet één zo'n deken hebben? En wij zijn toen met de kerst hier bij Rohim achter het station zijn we gaan kijken. En bij Rohim hebben we hier de familie ontmoet. En Rohim en Fatima wonen in dit huis. En wij zagen in december de noodzaak om dit gezin te helpen. Want de inkomsten als veger, zelfs hier, of met name hier in Bangladesh, is niet genoeg om daadwerkelijk een gezin te kunnen onderhouden. Zeker niet als je 7 kinderen heeft. Rohim heeft samen met Fatima 7 kinderen. En zoals je ziet is het echt nodig dat die wat meer inkomsten kunnen genereren. En om de spot dat Rohim en Fatima een naaimachine geven. Dat is het project, het Women Empowerment project van One World Experience. Want met deze naaimachine lukt het Fatima om kleding te maken voor het eigen gezin, maar ook om gestelwerkzaamheden en textiel en kleding te maken voor andere mensen hier in de omgeving en daarmee eigen inkomsten te kunnen genereren. Dat is ook het concept van One World Experience, om te zorgen dat zij de middelen krijgt om een eigen inkomsten te kunnen genereren, kan zij haar gezin, de kinderen, van educatie voorzien, van de nodige basisvoorzieningen voorzien en daarmee het gezin uit die negatieve spiraal van armoede leiden. Vandaag is de dag, zij doen mee met ons project, de Sewing Machine, het naaimachine project van One World Experience. Dus kijk op onze website, kijk op de Facebookpagina en zie hoe ook jij in Nederland met relatief weinig middelen, de kosten van een naaimachine, een heel gezin uit de armoede kan helpen. Kijk en doe mee.